Je doet niet wat ik zeg. Laat maar ja, dat doe je wel vaker niet. Wij werden uitgenodigd door de organisatie om te ervaren hoe het is om een autorally te rijden. Het was de eerste keer dat deze rally verreden werd. De opbrengst is voor een prachtig project in Kenia. Wildlife Care International uit Apeldoorn doet daar heel goed werk. Na het zien van deze impressie van deze dag weet u veel meer. Op het moment dat u gaat starten, krijgt u van ons mee een controlekaart. Andere kant ook, een bordje van een controlepost, die kom je tegen. Maar je komt ze ook tegen met een letter of een cijfer erop. Alles moet je opschrijven op het controleformulier. De bedoeling is dat je zelf de kortste route construeert tussen pijl 1 en pijl 2 en tussen pijl 2 en pijl 3 enzovoort. Belangrijkste regel is in de auto dat we niet weten. Moet de hele pijl rijden, de goede richting. Pijn zitten. Dat blijft. Het kan allemaal goed, maar houd het zelf. Die kant en dan moet je richting Klarenbeek. En als je in Klarenbeek bent, dan moet je even vragen. En Bussing, Peter en George. Maar dat deze man nog veel kan doen. Willem, moeten we hier linksaf? En een hele mooie Alfa Junior. Zij gaan starten op 12.05. Met onze TSML. Ik hoop dat hij ook open is. Ik heb een paar voorbeelden.
nu is het een nieuwe kerstdag. Maar die heeft tijd met voetbal. Ja, ja. Tien Engelen. Ten jongen Alfred. Hans Winter van de Bon Vivant, jij bent initiatiefnemer, mede-initiatiefnemer ja. misschien, van de rally ja. van vandaag. Klopt. Hoe is dit tot stand gekomen? Dat is tot stand gekomen een half jaar geleden toen wij op reis waren in Kenia met Henk en Linda. Henk en Linda Beumen die waren wij mee naar Kenia. We hebben een project gezien die zij daar ondersteunen en het geld wat zij daar binnenhalen om die projecten te doen. Zag ik dat het één op één binnenkwam en toen heb ik gezegd van dat vinden we leuk, dat willen we ook al meewerken. Wat zijn die projecten dan? Ze hebben daar verschillende projecten. Eén project wat wij gezien hebben is een school. De school had een hele oude keuken, die keuken is vervangen. We hebben het project gevolgd en gezien hoe dat gedaan werd. Het wordt begeleid door Bobby, een Zwitser die daar al 40 jaar woont. En die heeft het geld in een envelopje en het gaat één op één aan het project. En het nieuwe project wat er nu gedaan wordt is het toilet voor de dames. De dames gaan in één week in de maand niet naar school omdat ze een periode hebben. Door dus nu de faciliteiten te verbeteren zullen zij dus gewoon 4 weken in de maand naar school kunnen. En dat project gaan wij nu, hebben we vandaag binnengehaald. Dus we gaan binnenkort bouwen aan een nieuwe toilettengroep. En er is een ziekenhuis met een operatiekamer en ook daar gaat weer geld naartoe. Dus het volgende project. Dat is heel belangrijk. Ja. Hoe heb je die deelnemers allemaal bij elkaar weten te krijgen? Ik heb in mijn gastenkring heb ik mensen kunnen vinden die meedoen aan dit project. Allemaal vaste gasten die zeggen, goh, leuk, ik heb ze op internet uitleg gegeven, mond op mond uitleg gegeven. En de Lolaan Rally was heel snel volgeboekt. We hebben 26 auto's die meedoen. En misschien dat we volgend jaar misschien zelfs gaan uitbreiden. Dat ze dan nog wel meer auto's willen gaan laten rijden. Om maar meer geld binnen te halen. Ja. Thank you.
Ja. Nu? Ja, nu. Ja, nu. Het is echt zover. We moeten rondrijden. Maar we moeten zigzag. Nog wachten hoor, tot de andere binnen is. Die probeert... Theo, goed? Ja, gaat heel goed. Ja, ja, hopen we. Hier komen ook, hè? Dat scheelt weer. Moet je iets hebben? Kaart? Aftekenen? Ja, even stappen. Een kaart. Ga je blind rijden? Ja, dat komt goed, ja. Je wil het gewoon niet zien wat er gebeurt. Maar je rechtdoor, rechtdoor. Doe maar rechtdoor. Rechtdoor. Nog een beetje rechts. En dan gaan we zo heel links, 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 links. Doe maar, draai maar. Nee, rechtdoor, rechtdoor. Ja. Links, links. Beetje vaart, beetje vaart. Beetje vaart. Snel, snel. Rechtdoor. Ja, helemaal goed. Links, links. Rechtdoor. Helemaal snel. Sneller, sneller, sneller. Links, rechts, rechts, rechts. Stop, stop, stop. Zeg dan wat ik doe, moet. Ja, je bent er al, maar je doet niet wat ik zeg. Maar ja, dat doe je wel vaker niet. Heb ik jou ondersteboven gereden? Nee, ik spoel nog weg. Nou, we gaan nou weer vrolijk verder. De dag is nog niet helemaal voorbij. Er zijn er al een paar binnen die hem al gereden hebben. Ja. Wat is je ervaring hiervan? Heel enthousiast. Mensen vinden het geweldig. We hebben hem professioneel laten uitzetten door Gerard Fokkens. Dus de rally is professioneel
op papier helemaal uitgewerkt. Dat vinden de mensen leuk. Dus er zijn geen flauwekul, geen grapjes. Het is echt een rally met bolletje, pijltje, visgraat, foto's. En ze verbazen zich over de moeilijkheid. Maar heel veel mensen die zeggen, goh, ik doe voor het eerst mee. Maar ik heb al 9 punten goed en ik mis er nog maar 1. Dus hij is zeker goed te doen. En meer ervaren mensen zeggen, nou, ik kom er niet uit. Ik snap het niet, ik vind het moeilijk. Ja, dat kan. En we hebben natuurlijk prachtig weer gehad. We hebben vandaag heel veel geluk gehad. We hebben af en toe een beetje miezen, maar het is hoofdzakelijk zon. De cabrio-auto's hebben allemaal open gereden, zag ik. Dus het was fantastisch. We hebben een hele mooie picknick in het bos gehad richting Nunspeet. Helemaal goed verzorgd. Ik heb een aantal sponsoren die mij daarmee helpen. Dus het is een heel succesvolle dag. Ja. Dus op naar volgend jaar. Ja, wat mij betreft zeker. We zullen straks de reacties zien, want we hebben nog een veiling vanavond. En als iedereen enthousiast is, gaan we zeker volgend jaar weer een nieuwe rally organiseren. Ja. Dankjewel. Oké. We zitten alle dingen. Hij is toppie! Fred en Marion, jullie hebben deelgenomen aan de rally. Hoe hebben jullie die ervaren? Nou, ik denk dat de wegen in Kenia beter zijn dan de wegen waar ze ons overheen gestuurd hebben. Het was hier en daar was het echt heel bijzonder. Maar wel ontzettend leuk. Ja. Ja. En de uitleg van de routes, hoe heb je die ervaren? Perfect. Ja, het was, nee, dat was wel goed. Sommigen konden niet helemaal bij, dat snapte ik niet helemaal. Maar ja, dat zal dus wel aan mij liggen. Ja, het was best pittig. De visgaat was erg moeilijk. En bij de visgaat zag je ook iedereen op een gegeven moment in de rondrijden. Niemand wist meer waar die heen moest. Nee. En het blind rijden, hoe heb je dat ervaren? Ja, heel vreemd. In het begin gaat het goed. En dan op een gegeven moment ga je zelf denken dat je goed zit. En dan hoor je dat je andere dingen moet doen. En dan begin je te twijfelen en dan weet je het ook niet meer. Dan ben je helemaal gedesoriënteerd. Ja. Hij wilde gewoon niet doen wat ik graag wilde. Nee, maar dat is, ja. Dat is gebruikelijk. Dus wel weer voor herhaling vatbaar? Oh ja, zeker. Ja, hoor. Ja, ja. Ik vond het heel erg leuk. Ja, wat bedoel je nou? Het niet doen wat er gezegd wordt? Nee, ik bedoel voor volgend jaar. Daar wil ik me niet inmengen natuurlijk. Maar ik bedoel voor volgend jaar als het weer georganiseerd wordt. Ja, zeker weer mee. Ja, erg leuk. Oh ja, ik vond het ontzettend leuk. Ja. Ja, de eerste keer voor ons. Maar je zou er haast een oldtimer voor aanschaffen. Leuk. Dankjewel. Jullie hebben het. Ho! Jullie hebben het gehaald. Henk, de rally is gereden vandaag voor een project in Kenia. Jij verblijft heel veel in Kenia. Wat kun je ons daarvan vertellen, hoe dat allemaal in zijn werk gaat? Nou, om alles te vertellen, dan hebben we echt een 3 uur durende uitzending nodig, ben ik bang. Maar even in heel kort, wij werken al 17 jaar in Kenia. Daar hebben we een aantal projecten, die zijn eigenlijk gericht op wildlife, op wilde dieren. Alleen wij geloven erin dat als je wildlife wil helpen, wilde dieren wilt helpen, moet je bij de mensen beginnen, want die hebben helemaal niets. Dus waarom zouden zij enig belang hebben dat wilde dieren, waar ze eigenlijk alleen maar last van hebben, een goed leven hebben? Dat heeft erin geresulteerd dat wij met onze visie heel veel medewerking krijgen van de Keniaanse overheid. Omdat wij de mensen gaan helpen. En de mensen, het enige wat wij de mensen vragen, willen jullie ons dan helpen om de dieren te beschermen. Want jullie krijgen de ziekenhuizen, de scholen die we daar neerzetten, niet van ons, die krijg je van de dieren. Maar help ons dan de dieren helpen, zodat we nog meer voor jullie kunnen doen. En dat is dus ook een van de redenen waarom we hier vandaag dit fantastische evenement hebben. Hoe ben jij daartoe gekomen? Hoe ben jij daar zo verzeild geraakt in Kenia? Ik heb jaren geleden, 17 jaar geleden,
had ik al jarenlang geen vakantie gehad. Ik denk, nou, ik ga naar Kenia toe en dan zie ik allemaal dieren waar ik van hou. En daar ga ik helemaal niets mee doen. Ik ga alleen maar kijken. En dat is 3 dagen gelukt. En daarna zat ik al achter cheetahs aan die ziek waren. Een maand later was ik terug om 30 olifanten te vangen die daar in een bepaald gebied niet hoorden. Heel veel ellende veroorzaakten. En toen begon het op een gegeven moment te rollen. En wat moet ik me erbij voorstellen, zeg maar? Je krijgt hier nu geld van. Dat neem jij mee, neem ik aan? Nou, ik neem het niet fysiek mee. Ik ga terug naar Kenia, toevallig volgende week weer. Daar gaan we in dit geval een toiletgelegenheid bouwen bij een school. Daar is eigenlijk niet een voldoende faciliteit voor meisjes. Dat zorgt ervoor dat die 12 weken per jaar tijdens hun periode niet naar school kunnen. Dat is in Kenia te doen gebruikelijk. En er zijn vanwege het feit dat er ook geen faciliteiten zijn. Nou, we willen dat doorbreken door daar voldoende faciliteiten neer te zetten. Zodat die meisjes daar verbandmiddelen hebben, dat ze zich voldoende kunnen wassen, dat alles er is. Een stukje onderwijs erbij, een stukje educatie, om dat te promoten. En dan proberen dat over te laten slaan naar andere scholen. Waar komen die materialen allemaal vandaan? Het grootste gedeelte dat betalen wij allemaal zelf. Dit soort evenementen, in dit geval van de Bon Vivant uit Apeldoorn natuurlijk. Fantastisch, alles geregeld, een hoop geld wat er binnenkomt. En hier in Nederland, als je een gebouwtje neerzet, kost dat enorm veel geld. Daar zijn de bedragen natuurlijk die je moet betalen voor dat soort faciliteiten vele malen lager. Dat betekent dat je veel overhoudt, dat je ook materialen daar neer kunt leggen. En dan lokaal zelfs sponsors vinden van de grotere bedrijven die daar ook achter staan en daar ook wat voor willen doen. En op die manier meer een bewustwording kweken en zorgen dat dat door blijft lopen. Nou, dat was heel veel informatie. Ik wil je heel veel sterkte en wijsheid wensen bij de nieuwe klus in Kenia. Dankjewel, we kunnen het echt gebruiken, ik beloof het je. Allemaal. En hij is voor jou. Jullie zijn fantastisch.